Het is nu al het meest spraakmakende en schokkende koninklijk interview aller tijden. Oprah's gesprek met Meghan en prins Harry. Sandra, jij hebt natuurlijk alles gezien. Hoe was jij eraan toe toen het afgelopen was? Nou, ik moest er al heel nodig aan de wc, want ik kon gewoon geen pauze vinden. Ik moest alles horen. Ja, het was echt... Je hebt echt live zitten kijken van. Ja, het was schokkend. Op een gegeven moment ben ik een beetje in slaap gevallen. Maar aan het einde, omdat ik gewoon te moe was, het was 4 uur 's nachts. Maar toen heb ik het later nog eens een keer, 's ochtends vroeg, nog een keer het laatste stuk teruggekeken. Maar het was... Ja, het was... Ongelooflijk. Je krijgt een inkijkje in het meest conservatieve koningshuis van de wereld. En ook hoe dat dan allemaal eraan toe gaat. We weten natuurlijk al jarenlang dat het helemaal mis is met Meghan en Harry. Dat het allemaal niet boterde. Maar wat er nou echt gebeurd is daar binnen dat koningshuis. Nou, dat weten we nu. En het is op zijn minst zeer spraakmakend. Ja, jij hebt het ook gezien. Wat vond jij ervan? Nou, dat weten we nu. Het is hun verhaal natuurlijk. Ja, het is hun verhaal. Maar weet in ieder geval waarom ze weg zijn gegaan. Ja, maar als je zelf familieruzie gaat uitvechten, dan kun je beter niet naar Oprah, maar naar de Jerry Springer Show, volgens mij. Want er wordt echt geen spaan heel gelaten van die hele familie. En dat geeft toch wel te denken. En ik denk, ja, als je gewoon haar achtergrond nagaat met geen enkel historisch besef, begint zij aan een rol in die koninklijke familie van Engeland. Het is net alsof je op volleybal gaat en dan zegt van, ja, dan halen we dat net weg en dan zetten we 2 doelpalen neer. Dat is ook heel leuk, maar dan moet je gewoon andere dingen gaan doen. Volleybal heeft een mandje. Ja, nee, het is echt ik vind als je in dat koningshuis intreedt, dan heb je te richten op die wetten en die mores die daar gelden. Maar zij kan zich vertellen. Ja, maar jongens, laten we even gaan kijken. Want totdat het misschien bijna misgaat. Laten we even kijken naar misschien het meest verdrietige moment uit het interview. Wanneer Meghan vertelt dat ze depressief was en zelfs nadacht over zelfmoord. I would sit up at night and I was just like, I don't understand how all of this is being churned out. And again, I wasn't seeing it, but it's almost worse when you feel it through the expression of my mom or my friends or them calling me crying, just like, Meg, they're not protecting you. And I realized that it was all happening just because I was breathing. Mm. And look, I was really ashamed to say it at the time. And ashamed to have to admit it to Harry, especially, because I know how much loss he suffered. Mm-hmm. But I knew that if I didn't say it, that I would do it, and I just didn't want to be alive anymore. And that was a very clear, and real, and frightening. Constant thought. Dat was nogal een openbaring, ja. Ja. Sandra eerst. Dit is een actrice die nooit gedacht heeft dat de hele wereld nog eens aan haar lippen zou hangen. En dat gebeurt op dit moment. Ik vind dat je echt heel voorzichtig moet zijn. Ik ben het echt pertinent met je oneens. Als je dit... Ja, nee, serieus. Ja, ik bedoel, als je dit... verhaal vertelt. Je bent niet voor niks uit die koninklijke familie gestapt. Niet voor niks heeft Harry haar zo gerend en gesteund. Dit is een proces geweest van jaren. Ja, ja nee, ja, 4 jaar. 20. Nee, uiteindelijk jaren is ze binnen de familie geweest. Van en ze heeft zich heel erg... Ze is jaren is uiteindelijk... 20 maanden al jaar. En ze heeft zich heel erg beroerd gevoeld. Als jij zelfmoord wil plegen, je kunt dat niet gaan onderschatten. Ik bedoel, wie ben jij, wie ben ik om dat te onderschatten? Het is haar verhaal, ik geloof haar. Dat zij weet hoe ze het moet vertellen, dat is een ander ding. Maar ik geloof haar oprecht. En ik vind het ook heel erg verdrietig dat iemand zich zo alleen kan voelen. Nou, maar dat is niet zo opvallend. Ze was gewoon eenzaam. En dat kan ik me wel voorstellen. Want ze vertelt meer dan eenzaam. Ja, meer dan eenzaam. Maar ze vertelt ook in het interview bijvoorbeeld dat ze in 4 maanden tijd 2 keer naar buiten is geweest. Ja. Ik kan me voorstellen dat je dan vanzelf wel depressief maar dat vind ik zo vindt dat als heel even mag, vindt dat koningshuis dan hun imago belangrijker dan het uiteindelijke levensgeluk volgens haar. Volgens haar heeft ze om hulp gevraagd binnen het hof. Hè. Harry zei later, ik voelde me beschaamd om het te delen met de rest van de familieleden. Dat zij zich zo ongelukkig voelde dat ze zelfmoord wilde plegen. Meghan zegt, ik heb mails gestuurd. Ik heb gevraagd, help me, breng me naar een kliniek. Daar werd door hoge mensen binnen het hof gezegd, nee, dat kan niet. Want wat zal de pers wel niet denken? Ze heeft de HR-afdeling gevraagd, kunnen jullie iets voor me betekenen? Ik ben toch ook een werknemer? Zeiden ze, nee, wij kunnen niks voor je betekenen. Ik vind het verschrikkelijk. Maar jij bent niet een betaalde werknemer.
uiteindelijk is het de beste vriend van Diana geweest die haar heeft geholpen en die nog steeds een vertrouweling van hun is. Maar ze zijn zo bang daar, al dus Harry en Meghan in Engeland, voor de macht van de Britse pers. Maar hoe, want hoe machtig zijn die daar? Ja, die is enorm. Die oplagen zijn miljoenen. En de Britse kranten die zijn heel erg gevreesd. Er komt nog wat bij. Is dat er altijd nog een rekening openstaat van de labor. Hè, de werkende deel van het volk naar de high society die jarenlang onderdrukt zijn. En die mensen vinden het geweldig als die koninklijke familie op zijn bek gaat. Dat heb je natuurlijk vooral in de jaren 90 gezien. Toen de verhalen over de tampons en de afluisterpraktijken van Charles en Diana allemaal op straat kwamen te liggen. En ja, dat is anders dan bij ons. We hebben dat niet zozeer. Maar daar wordt echt die underclass, die geniet van alle ellende van de upperclass. Maar ook van de schoonheid, toch? Ook van de schoonheid op zijn tijd. Ik vond het schokkend en je ziet zelfs dat ze de gelederen zich een beetje sluiten nu er een Amerikaanse komt die koningin de maat gaat nemen. En dan zeggen ze weer, hey, dat is onze koningin, blijft daar vanaf. Maar laten we even naar een ander stukje, want ik wil nog een aantal dingen bespreken en time flies. Want prins Harry wil er zelf niet over uitweiden, maar Meghan doet dat wel. Iemand uit de koninklijke familie heeft met de prins gesproken over de huidskleur van zijn eventuele kinderen met Meghan. So we have in tandem the conversation of he won't be given security, he's not going to be given a title, and also concerns and conversations about how dark his skin might be when he's born. What? And who is having that conversation with you? Hold up. There are several conversations. There's a conversation with you? With Harry. About how dark your baby is going to be? Potentially, and what that would mean or look like. Ja, poeh. Ik vind het een heel vaag verhaal. Jij niet? Nou ja, Harry heeft het later onderschreven. Dit verhaal heeft gezegd, ik wil, zei in hetzelfde interview, ik wil verder niet over dit gesprek uitweiden. Het houdt echt onder ons, maar het klopt. Je gooit wel die bom. Ja. Het hele koningshuis is nu ineens racistisch. Oprah heeft laten weten iemand dat het gezegd heeft. Elizabeth is het niet en prins Philip. Die zijn maakt in ieder geval het eigenlijk niet. Nog erger, vind maar, ik. Ja. Je sluit er twee uit. En dat interesseert het rest zijn. En er wordt nu druk gespeculeerd in Engeland en Amerika dat het dan wel prins Charles zou zijn. Dat ook een koningshuis is van de hele gemene best. Met heel veel zwarte mensen als onderdaan. Of wat dan ook. Ik hou niet zo van dat woord. Maar ik denk dat dit hun grootste probleem wordt. De uitdaging om hiermee om te gaan en dit te relativeren. Ja, dit was het uit het interview, denk ik, waar ze de meeste problemen mee hebben. Want nu heeft de Labour-partij in Engeland al gezegd, ja, er moet een onderzoek komen naar racisme binnen het Koningshuis. Dit kan niet, nergens kan het, en ook niet binnen het Koningshuis. Dus dit is een ding waardoor ze eigenlijk wel gedwongen worden het Britse Koningshuis om een reactie te geven. Ja, dan is het jongetje ook nog geen prins geworden, die Archie. Dus is het weer, heeft dat dan daarmee te maken? Nou, waarschijnlijk dat, niet. Dat suggereert zij. Ja, maar je ziet in Nederland ook dat die koningshuizen worden kleiner, zeker in tijden. Ja, er is ook daar een wet waardoor het eigenlijk, hè, de kleinkinderen krijgen niet meer die titel, maar ze hebben een uitzondering gemaakt voor de kinderen van William en Kate, omdat hij de toekomstige koning is uiteindelijk. Maar in Nederland is het ook niet. De kinderen van Friso en van Constantijn, die zijn ook geen prins. Graven. Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik helemaal niet precies weet hoe dat allemaal daarom in elkaar zit. Dat vind ik fijn. Want ik dacht ook, waarom wordt dat kind dan geen prinsje? Maar daar was dus al wel een reden voor. Prins Harry onthult hoe het er echt aan toe gaat achter de paleismuren. Hij mag er dan zelf uitgestapt zijn. Zijn vader en broer zitten nog gevangen, zoals hij dat zelf noemt. Trapped within the system. Like the rest of my family are. My father and my brother, they are trapped. They don't get to leave. And I have huge compassion for that. What's your relationship like now with your family? I've spoken to more to my grandmother in the last year than I have done for many, many years. My grandmother and I have a really good relationship. Mm-hmm. And I have a deep respect for her. Your relationship with your father? Is he taking your calls now? Yeah. He is. There's a lot to work through there. You know, I feel really let down. But at the same time, I will always love him. And I will continue to make it one of my priorities to try and heal that relationship. Yeah. And your brother relationship? Much has been said about that. Yeah, and much will continue to be said about that. You know, I love William to bits. He's my brother. We've been through hell together. But we were on different paths. Yeah.
Ik vond dit heel heftig om te zien. Ik vond het echt verdrietig. Dat ik dacht, jij betaalt zo'n enorme prijs voor de liefde. Ja, dat doet hij ook. Maar ja, hij is daarentegen, zegt hij wel, heel erg achter zijn keus te staan. En dat hij wel nu het geluk ook heeft gevonden. Maar alleen, het zal zo ingewikkeld worden om die familieband weer goed te krijgen. Met zijn vader en met zijn broer. Ik kan me zo goed voorstellen dat je, als ietsje zo dwars zit, dat je dat dan een keer hardop gezegd wil hebben. Maar als we dan in hetzelfde verhaal horen dat hij er alles aan zal gaan doen om de band met zijn vader... Dan staat dit interview daar volledig haaks op. Uiteindelijk is dit je vuile was. Dit is je vuile was buiten hangen. Dat is natuurlijk desastreus. Charles en William zullen hem dat heel erg nadragen. Zullen hen dat heel erg nadragen. En hun hoor je niet klagen over die gevangenis waar ze in zitten. Maar dat kunnen ze natuurlijk ook niet. Want het is de koning en de nieuwe koning. En daarna William, daarna de koning. Maar het is wel heel opvallend hoe eerlijk hij er ook over is. Hoe hij erin staat, hoe hij zich gevangen voelt binnen dat systeem. Niet alleen door zijn vader en zijn broer en de royal family. Die houden niet van de vuile bas buiten hangen. Maar verschillende Britten vinden dit ook helemaal niks. Die zien het als respectloos naar hun koningin toe. Zo ook de Britse tv-presentator Piers Morgan van de ochtendshow Good Morning Britain. Die was echt woest. I'm sickened by what I've just had to watch. They trash Kate. She's taken down. She apparently made poor Meghan cry. Well, so she trashes her. Yeah, they trash Prince Charles. That's in response they trash to a question William. About the they story. They trash the monarchy, the institution. Meghan... This is a two-hour trash-a-thon of our royal family, of the monarchy, of everything the Queen has worked so hard for. And it's all been done as Prince Philip lies in hospital. Mm-hmm. They trash everybody. Dan moet je weten dat Piers Morgan hoofdredacteur geweest is van ongeveer de ergste krant die er is. Ja, zo zie je hem. Hij heeft een hekel aan de Meghan en het interview was al opgenomen voordat Prins Philip in het ziekenhuis belandde. Ja, oké, maar die koningin die was toen ook al 94. En ja, die heeft gewoon een fantastische carrière. De hele leven teken van die monarchie. En die laat zich gewoon door nu een actrice uit Amerika de les lezen. Ja, ik kan me voorstellen dat een hoop Engelsen denken, dat willen we niet. Maar de jongeren juist in Engeland, die vinden juist, die snappen het. Die steunen Meghan en Harry. Het is heel onderzoek geweest. Mark, ik ben het daarover eens. Want ik vind Harry en Meghan helemaal de bom. Kijk, als je jarenlang zo wat wordt aangepakt... En ik wil even over die Piers Morgan, waarvan je net zei... Dat was baas van de Daily Mirror. Dat was ook de ongelofelijke paardenlul die Engelse soldaten in een Photoshop liet... dat is wat die man gedaan heeft. Dat mag ook even. Die heeft een paar Engelse soldaten gefotoshopt in die Daily Mirror waar je het over hebt. En die heeft hij dan zogenaamd mensen laten martelen... Het was dezelfde klootzak die ook nog even allerlei portable telefoons, de voicemail heeft gekraakt van allerlei bekende mensen. En zei, daar heb ik allemaal niks mee te maken. En deze gast, uitgerekend deze gast, neemt andere mensen de maat. Ik wil ook nog een beetje positief eindigen, want dit verhaal Het verhaal is sowieso positief. Als je gewoon jarenlang, of dat het nou geacteerd is of niet, en wat ik heel grappig vind, als die dame wat zegt, dan vinden we het allemaal geacteerd. Als hij wat zegt, dan is het heel moedig en heel raar, want ik vind hij komt even bij de onderwerp blijven. Jij mag afsluiten. Ik wil graag het laatste woord hebben. Dat klopt, maar we hebben geen tijd meer. Jij mag het afsluiten. Ja. Want er werd dan ook gevraagd, zijn jullie nou eigenlijk gelukkig? Hè? Zei hij, ja, ik ben eigenlijk heel gelukkig dat ik mijn vrijheid heb voor het eerst. We wonen aan het strand. We zagen schattige beelden van de kleine Archie op het strand. Hij zei, en ik kan nu gewoon fietsen met mijn kind in het achterzitje. Ja, gewoon zo rond. Mag ik even? Die de armpjes in de lucht gooit. En die zegt, kijk, een palm tree en een palmboom, een huis. En hij zegt, dat heb ik allemaal nooit kunnen hebben toen ik opgroeide. Ja, toen die Meghan eraan begon, was ze ouder dan Diana ooit geworden is. En ze plaatst een hele mooie foto vandaag op een Instagram. Hebben we die ook? Nee, als het goed is, hebben we die. Ja. Het einde van een roerige dag is het uiteindelijk dit. Bom laten het allemaal ploffen en dan staan we weer onder een boom. Ik denk, lieve mensen, dat dit de gemoederen nog een hele poos gaat bezighouden. Wil je je eigen mening vormen? Wil je je eigen mening vormen? Dat kan, want morgen is het hele interview in Nederland te zien om 20:30 op Net5. Succes ermee. Dan hebben we het er misschien nog wel een keer over. Precies. Zometeen Gordon, hij doet een schokkende onthulling. Hij is niet meer helemaal clean. Nou, wijntje, ja. Straks ook Mark Rutte met een oude liefde op de radio. Maar eerst...